eerst is de badkamer. En dan had je 's morgens de drie broers die dan opstonden. Degene die het eerst... Ja, dit is het Alexanderse kamer. Die had meestal Elvis Presley of Whitney Houston of iets vrolijks in ieder geval heel hard opstaan. Als hij dan klaar was met douchen, dan deed ik de deur dicht. En dan ging ik met mijn deur... Ik had deze kamer. De middelste hier is van Maris. Dit is mijn kamer. Daar hingen grote Akai-boxen en Marantz-versterker. Ook heel hard kreeg je dan Ray Brown met Oscar Peterson swingen. Het was een feestje. Dus mijn vader was dat als eerste wakker. Die ging douchen. En zodra hij klaar was, was natuurlijk ook rennen om het warme water. En dan om zijn beurt inderdaad. Ja, aan de muziekkeuze kon je wel horen wie er onder de douche stond. Ja, en dan voel je beneden nog de trillingen van de vleugel van mijn moeder. Die was dan aan het spelen. Dat voel je in je voeten nog. Ik heb ze natuurlijk toch altijd voorgehouden als je 6 jaar lang elke dag een poosje met je instrument bezig bent. Dan ben je na die 6 jaar niet meer te verslaan. En dat heb ik ze ook altijd voorgehouden. Maar ja, kennelijk is het toch wel... Ze hebben echt liefde voor de muziek gekregen, omdat ze er vaak mee bezig waren. Ze moesten een half uur per dag per instrument. En daarna mocht je dan pas voetballen of met je vriendjes. Ja, dat was gewoon... Een kwelling. Hij zei al, vind je het leuk, vind je het niet leuk? Ik had er eigenlijk weinig mee. Het was gewoon een taak die je moest volbrengen. Ik keek ook iedere 10 minuten op de klok, moest ik de deur open doen. Shit, moest ik nog 20 minuten. Dat duurde lang, jongen. En dan ging ik tussendoor, gewoon afgeleid, ging ik improviseren. En dan hoorde je mijn vader, klassiek. En je doet wat je moeder zegt, anders ga je zonder eten naar bed. Ik moest gewoon... En mijn moeder stond in de keuken en die riep dan... Vies! Octaaf lager! Was hier sprake van een ijzeren regime? Nou, het was gewoon discipline, eigenlijk. Een keihard regime, hè? Ja. Maar het was niet mijn bedoeling dat ze beroeps zouden worden. Ik dacht, nou, het is leuk voor later. Je hebt er altijd vrienden door als je muziek... bedrijft en je krijgt er... Het is leuk om met anderen te spelen. Wanneer begon u te merken, het wordt meer dan een hobby? Toen ze samen gingen spelen, ja. En ineens ontdekten hoe leuk dat was. Samen muziek maken, maar dat is heel simpel. De eerste keer hadden we 4 nummers en toen werden we gevraagd door de lokale ziekenomroep om op de braderie te staan. En daar hebben we toch gauw 2,5 uur mee gevuld met die 4 nummers herhalen en langzamer en sneller spelen. Vrij snel daarna was toen geloof ik do-jazz, hè? Want dat is, dacht ik, voor ons, dat was in Doetinchem. Nou, je moet je natuurlijk voorstellen, Groenlo ligt echt natuurlijk in de middle of nowhere in de Achterhoek. Dus het aantal echte jazz-venues is wat beperkt. En Doetinchem had een soort jazz-sociëteit en die had ons de eerste keer uitgenodigd. En toen speelden we daar en eigenlijk toen stond er in de krant de grote ontdekking van do-jazz, baseballers. En dan ontstaat er een soort natuurlijke dynamiek. Want dan, toen was Zevenaar aan de beurt natuurlijk. En ja, we hadden natuurlijk, dan staat het in de krant en dan wordt het Eibergen, de Libertijn en de Ruiven in Neden. Wij alle drie zaten nog op school. Nou, mijn vader die had al vrij snel in de gaten, goed, dan ga ik de contracten wel doen en het noem maar financiële beheer. En mijn moeder, mijn ouders hebben eigenlijk hun hele leven in het teken van de kinderen gesteld. Dus het was eigenlijk een natuurlijk gegeven. Dan ging mijn moeder wel bellen. Iedere persoon die jazz kon uitspreken, die kende ze. En als ze wist dat er een jazzfestival in Tiel was, dan ging ze via de VVV, via de gemeente, totdat ze de persoon in kwestie had, om voor haar zonen te kijken of we daar konden spelen. In het begin mocht ik dan meedrummen, maar ja, ik viel al zo snel door de mand dat daar andere jongens voor ingehuurd zijn. Maar zeker als ik een aardig aantal glazen wijn achter de kiezer had, dan vond ik dat ik op zich nog niet eens zo onredelijk drumde. Maar daarin stond ik alleen in die mening. Hij studeert klassiek piano in zijn woonplaats en heeft bovendien met zijn broers een combo. Onder de naam de Bates Brothers, Peter Bates... met een langzaam stuk in een sentimental mood.
Ja, ik heb hem van zijn zesde tot zijn achtste heb ik hem dus lesgegeven. En dat ging altijd heel genoegelijk. Maar toen hij acht was, toen werd hij dwars. En als ik zei van nou, die noot die duurt langer, die duurt twee tellen, dan zei hij nee. En toen dacht ik, ja, nou moet hij weg bij me. Want moeders ogen dwingen niet genoeg. Maar in ieder geval heb ik dus aan Johan Janssonius gevraagd. Van, wat moet ik met dit kind? Ik denk dat hij heel muzikaal is. Nou, je bent 7 jaar bij hem geweest en het was altijd heel genoegelijk. Zaterdags om de 14 dagen en dan gingen we dus met de auto naar Enschede. En dan eerst hij les een tijdje en dan deed ik boodschappen. En dan daarna kreeg ik les. En dan reden we terug uit Enschede. En altijd bij dezelfde snackbar moest hij dan een broodje kroket. Want hij was altijd zo honger. Je hebt 5 jaar lang... vanaf 1977 het Groenloosse Songfestival gewonnen. Vanaf je 6e tot je 11e. Ken je al die liedjes nog? Ik ben een blonde cowboy met een grote zwarte hoed. En ik rijd met mijn paard door de prairie. De mensen kennen mij heel goed en zien ze dan mijn zwarte hoed. Dan zeggen ze, kijk daar gaat Larry. Ik rijd over de wegen in de zon en in de regen. Maar op zondag dan doe ik dat niet. Dan rook ik een sigaar. Dat was het. En die andere was geloof ik... Hey Diana, how do you do? Een liedje voor Diana. Een prinses uit Engeland, weet je maar. En dat schreef je moeder allemaal? Ja, zij schreef de liedjes. Maar Coco, Coco, was een clown. Ik weet het niet meer, ja. dat soort liedjes. Gewoon. Best wel leuk. Ik had ook nog een keer zo'n liedje, dat was een beetje populairder. Toen was ik echt stoer. Maar ik moest heel vaak plassen, want ik was zo zenuwachtig, jongen, voor die optredens. Little boy, you are mine and I adore you. There's nothing in the world. Ik ben een tijd geleden begonnen met zelf stukjes te schrijven. Ik noem het geen composities, dat is een veel te groot woord. Het zijn stukjes voor piano. Ik heb er dus enkele op mijn eerste cd. Er staat er één trouwens. Op de tweede staan liedjes voor mijn kleinzonen. En nu deze nieuwe cd zijn weer deze derde cd dus wat liederen. Ik heb ze ook mee in het Engels geschreven en enkele Hollandse. To everyone you meet, put energy in all you do. Ja, mijn moeder kon goed piano spelen, had ook een heel mooie stem. Zong veel en haar vader had een schitterende tenor en die was ook lid van het Utrechts mannenkoor. En het verhaal gaat dat zijn moeder, dat die heel goed piano kon spelen en accordeon. En die hadden een café in Vreeswijk. Door de lek voeren dan schepen en die legden 's avonds aan in Vreeswijk. Klommen de dijk over en gingen dan naar het café. En in dat café, daar was het een dolle boel, want mijn overgrootmoeder speelde piano en die accordeon. En iedereen zong mee. Marius, wat is de vroegste herinnering aan je moeder? Geen idee. Kijk, ik heb het ook geprobeerd in de jaren dat ik naast hem in de auto zat om er ergens over te praten, maar ik krijg gewoon geen antwoorden. Daar zijn we dan wel totaal. En zo moet ik even over nadenken. Ach, je hebt geen herinnering. Even... Je herinnert je ouders niet meer? Nee, de vroegste herinnering. De eerste herinnering, ja. Dat mag ook zijn als je 10 jaar oud bent, maar... Je herinnert je hele ouders niet meer. De eerste gaat het om. Ja, er is toch een eerste? Ja, maar ik weet niet welke dat is. Ja, nou, dan pak je er een. Ja, ik bedoel, geef jij gewoon voor jezelf antwoorden. Ja, nee, oké. Voor mij. Zoiets. Ongeveer. En dan een keer op 1600 in een auto naar Duitsland en weer terug. En dan zijn we telkens over een ander onderwerp. Dat was het wel, ja. Kijk, ik ben academisch opgeleid en dan wil je dat eigenlijk voor je kinderen ook. Ik ben ook een planner, dus ik had gedacht, nou, Marius kan economie studeren. Alexander moet dan maar de bedrijfskundige kant op, want dat is echt een probleemoplosser. En Peter, die is zo verschrikkelijk slim, die kan wel economie en rechten samen doen. Excuseer me. Niets van terechtgekomen? Nee, nou een beetje. Alexander is de enige die een academische opleiding heeft afgemaakt. Maar ik kwam er eigenlijk bij toeval achter dat Marius al een half jaar geen enkele belangstelling voor zijn opleiding meer had, maar thuis zat, liedjes componeerde enzovoorts.
toen hebben we hier thuis de pittige discussie gevoerd van moet hij nu gelukkig worden of niet. En dat is een discussie die ik dus verloren heb. En ja, Marius ging dus naar het conservatorium. Maar dat zegt wel wat, want u bent niet iemand die graag discussies verliest, denk ik. Nee, maar het is natuurlijk toch wel zo dat het geluk van je kinderen, dat staat voorop. Ja, we speelden, het was gek. Ik denk 160, 170 keer. Dan hadden we nog cd-opnames, repetities. Hadden we het aanzitten aan het kerstdiner natuurlijk. Dan was je samen nog eens gezellig met elkaar op vakantie. Dus als we dan terugkwamen uit Duitsland, dan gingen we met z'n allen door naar Arnhem-Muiden om daar dan gezamenlijk vakantie te vieren. En dan komt er toch wel een punt dat je zegt van nou, hebben we elkaar nu nog zoveel te melden? Ik hielp nooit mee met inpakken. Maar dat kwam omdat zij altijd met z'n twee konden in die auto al bezig waren om dat te doen. Dus de meeropbrengst van mij als ik daarbij ga staan kijken is nul. Ja, het is heel simpel. Kijk, van die kleine grappen, na het concert, jongens, dan is het 1 uur 's nachts. Dan willen deze beide heren eerst nog eens uitgelekker aan de bar hangen. Oh, om van die artistieke prestatie bij te komen. En dan ga ik maar gewoon inpakken, die box erin zetten, klaar. Want ik denk, eerst spul in de auto, dan drink ik een colaatje en dan gaan we weer rijden. Maar ik weet eigenlijk niet waarom het misging. Ging eigenlijk over andere dingen. Zeg maar, dat waren die gezochte onzinnigheden. Zoals het verkloten van andermans solo of hij te laat. Je gaat je irriteren aan dingen waar je normaal helemaal niet aan zou storen. Erger. Taalkundige genies hier. Dus dat is wel mooi. Maar die dynamiek had je ook nodig om telkens weer een goed concert te doen. Dus op het laatst inderdaad, had Peter wel aangegeven dat de drummers echt gewoon, die begrepen het niet meer. Als ze elkaar de tent uitsloegen. En dan was het, oké, jongens, nog 2 minuten. En dan trok iedereen weer zijn smoel strak. Babs, dames en heren, hartelijk welkom bij het concert vanavond in Naaldwijk van de Beast Brothers. En we beginnen met, en dat heb je gewoon nodig om die dynamiek erin te houden. Maar het is wel zo, op een gegeven moment is het dan ook, dat was echt te veel. Te slecht. Ik wil dit gewoon niet op televisie hebben. Er gebeuren te veel ongelukken. Wil je die sismineur daar in die bridge? Hij wil het als achtergrondmuziek gebruiken. Er zijn nu al 10 ongelukken gebeurd. Ja. Gewoon gezeik dit. Dit is gewoon een. Ja, dat moet je met de losse pols doen. Zo gaat het gewoon. Denk aan de Rosenberg trio, dat die allemaal alles zo spelen. Nee, als we altijd met de losse pols doen, waarom speel je dan niet gewoon een ladder eigen gang? En dan kunnen ze de DVD ook opzetten. Ik weet niet dat je dat gaat doen. Een ladder eigen gang? Ja. Nou, dus flikker op man, gewoon spelen. Gaan we, doen we het thema nog een keer of niet? Ja, ik vind het best. Maar wil je die seizoeneur nou? Ook goed. Maar maakt het uit. Dit vind ik ook mooi, meis. Ja. Als jij dat niet mooi vindt, dat maakt me geen donder uit. Wel, dat maakt zich wel uit dat jij het niet mooi vindt, maar ik spreek het gewoon niet meer zin. Prachtig. Wij hebben natuurlijk de Beats Brothers altijd logistiek ook ondersteund. Toen Marius nog geen rijbewijs had, dan gingen we dus met z'n allen met een aanhangertje achter de auto waar de muziekinstrumenten in zaten. En ja, voor mij is de Beats Brothers toch nog steeds nummer 1. De mannen zeggen dus dat ze helemaal gek van elkaar worden als ze te veel samenspelen. Ja, en daar zijn voorbeelden genoeg van natuurlijk uit de muziek. Doet u nou wel eens pogingen van jongens? Zou je toch niet? Ja, ja, ja. Ook minder nette pogingen. Kijk, want wij doen hier de boekingen allemaal. Wat zijn dat, minder nette pogingen? Nou, dat zou ik je vertellen. Als er dus wordt opgebeld en men wil het trio Peter Wees boeken, bijvoorbeeld, dan probeer ik ze toch de Beast Brothers aan te smeren. Maar men weet dat ook. Ik doe dat met open vizier. Maar ik heb. Al deze afzonderlijke dingen, dat is niet mijn eerste prioriteit. We zijn daar met iets bezig. Eigenlijk op initiatief van mijn vader. Die het, ja, hij wil dan de greatest hits van vroeger spelen. En ik denk, ja. Jeetje, dan zet je toch gewoon een oude cd op. Uiteindelijk is het geworden het repertoire wat we tegenwoordig, als we dan samen spelen, nog op een podium spelen. En ja, we hebben alles al opgenomen hier. En ja, het moet alleen nog afgewerkt worden. Ja?
vroeger was ik eigenlijk altijd al bezig met dingetjes opnemen over elkaar ook. Ik had van mijn vader een cassettedek gekregen. En daar kon ik dan ook mee dubben. En ik heb nu natuurlijk ook sinds jaar 4 dus deze studio. Ik denk dat we nu zo'n 10, 12 producties per jaar uitbrengen. En daarnaast ben ik dan ook docent. Ik geef les op het conservatorium in Rotterdam. Marius neemt het op. We kennen allerlei muzikanten. Ik zorg dat het gemaakt wordt en dat het verkocht wordt. Oké, bedankt. Allemaal Maxanta Record CD's. Van origine begon het natuurlijk met alleen maar baseballers. Maar in de loop der tijd hebben we Rita Reis en Young Sinatra's, Sanne van Vliet, Juris, Tanik. Ik bedoel, we willen echt gewoon investeren in Nederlands product. We hebben een boekingskantoor, iets van 700 boekingen per jaar. En we beheren zo'n, denk 120 artiesten. Dan hebben we nog het Amersfoort Jazz Festival. Daar zijn we productioneel bij betrokken. Dus wij zorgen echt, zeg maar, geluidstechniek, lichttechniek, podia. En dat de artiesten geïnformeerd worden en de website up-to-date is. En dat is wel intensief, moet ik zeggen. Maar het is ook wel verschrikkelijk leuk om eigenlijk met een soort Peppy en Kokkie ondernemen toch gewoon te zorgen dat je van niets iets kan maken. En gewoon mooie dingen kan doen. Altijd een naamloos werk. Ik ben een soort juwelier wat mooie ideeën betreft. En het jammer is dat ik te snel nog steeds van stapel loop. Ik heb dit idee en ik wil dat nog spelen en dan gaan we dat spelen. Ik zou eigenlijk moeten wachten op het tweede idee. En dus even een paar maanden niet spelen. En het tweede idee is vaak beter dan het eerste. Maar ik laat me door mijn enthousiasme vaak zo meevoeren dat ik gelijk volgende alweer pak. En dan wordt het een aaneenschakeling van mooie ideeën verder. Ik wil heel graag die Hot Club de France muziek, zigeuner jazz, zeg maar. En het accent ligt bij de zigeuners op dat hele erge swingen. Ja, dat zit naadloos, valt het dan in elkaar. Hè? Het is wel echt bloedstollend, zo ontzettend gaat het dan swingen. En daar zoeken ze altijd naar. En dat vind ik, dat hebben we vroeger met de Beach Brothers ook altijd gedaan. Dat zoeken naar het gaatje gewoon, ogen dicht en proberen op de ander te timen. Hij doet het ook bij jou. En dan kom je op een gegeven moment bij elkaar en dan slaat de vlam in de pan. Dat vind ik mooi bij zigeuner muziek. Nou ja, ik studeer nooit. Ik studeer ook niet op de piano. Ik studeer wel in mijn hoofd. En dat is 24-7 de rest van mijn leven. En als ik een plaat hoor, dan wil ik weten wat het is. En als ik niet weet wat het is, dan zet ik hem op stop. Dan spoel ik het terug bijvoorbeeld. Ga ik in mijn hoofd naar wat is het? Ga ik ook de vingerzetting na? Dan kan ik het. Dan hoef ik niet eens meer achter de piano te zitten, want ik weet dat ik het dan zou kunnen. Dan heb ik toch weer gestudeerd. Ik ben nu al bang dat wat ik gisteravond gedaan heb, dat ik dat niet meer kan. Dus je wordt eigenlijk, ja, ik kon het gisteren nog, dus de kans is groot dat ik het vandaag ook weer kan. Maar het is onzeker, jongen. Je wordt er niet zeker van, nee. Het is geweldig leuk om dat talent te hebben, maar je moet het ook bijhouden, weet je. Dus er was een keer een man die tegen Frans van Geest zei, die was echt miljardair, geloof ik. Die zei, ik zal al mijn kapitaal zo opgeven om één keer eens een solo te mogen spelen. De bassist Frans van Geest. Ja. En, Maar de kwelling. Jawel, maar, dus het is ook niet, het heeft ook een keerzijde inderdaad. Want als je het talent niet gebruikt, gaat het rotten. Bijvoorbeeld. Dus dat, maar je kunt het niet begraven. Dat zei Henk Alkema wel eens een keer. Toen ik net op het conservatorium kwam. Je moet het gebruiken. En ja, dat is een soort haai die blijft maar zwemmen. Het is niet alleen maar leuk. Want je bent inderdaad soms afwezig. Ik bedoel, het is niet leuk om, volgens mij, om een relatie met mij te hebben, zeg maar. Want? Nou ja, ik ben soms gewoon niet geïnteresseerd in wat het aardse gebeurt. Ik ben alsmaar met in de hemel bezig. Maar wat hoor je daar dan? Ja, ja, nu ook. Ik hoor nu dit akkoord. Vind ik prachtig, denk ik wel. Het is een mooie. En het is ook anders dan deze. Hetzelfde akkoord, maar toon hoger. Het is weer anders. Ja, de geweldige klanken eigenlijk. Maar ja, alsof dit zo geweldig is, is gewoon... Het heeft iets dwangmatigs. Ja, ik wil altijd de ultieme solo nog steeds spelen. En het lijkt wel een soort neurose, echt. Nou, of een soort gek, gewoon. Omdat
Als ik de solo in mijn hoofd hoor, dan ben ik gelijk weer onzeker of ik het wel op de piano kan spelen. En nou, dat lukt dan misschien nog wel, maar dat was de solo die op dat moment ultiem was. Want het volgende moment is er weer een andere solo ultiem. Dus je stapt nooit met dezelfde been in dezelfde rivier. Dus dat verandert ook steeds. Dus je kunt ook blijven zoeken naar de ultieme solo, maar die is er niet. Maar daar stond in een drumstel, grote basversterker, even kijken, klarinetten, saxofoons, een grote zanginstallatie, twee vleugels en een percussieding ook nog bij, toch? Net? Ja, een conga en een grote basversterker, heb je die al genoemd? Ja, dus Marshall van ongeveer de helft van de woonkamer werd gewoon bemand als eigenlijk gewoon onze eigen studio. En ik denk dat het natuurlijk ook, je kan natuurlijk ook bevrediging halen uit het feit dat anderen, in dit geval je kinderen en je vrouw, gewoon met muziek bezig zijn. En het moet natuurlijk zo zijn dat zeg maar een deel van de muzikaliteit uit zijn genen komt. Alleen hij heeft nooit een instrument leren spelen. Mijn vader was er ook nooit. Die werkte zo ontzettend hard. Hij was de enige gynaecoloog in de hele streek, dus hij moest altijd beschikbaar zijn. Maar als mijn vader dan thuis kwam, met het bloed aan zijn kleren, zeg ik wel eens voor de gein, maar inderdaad. Dan nam hij een borrel en deed hij de drankenkast open. En dan ging er dus de bandrecorder, de Revox, ging aan. En dan werd er dus Blakey of Miles Davis gedraaid. En dan hoor je een zucht van verlichting en dan werd het gezellig. Als je moeder niet piano zou hebben gespeeld en jou geen les zou hebben gegeven, was je dan pianist geworden? Dat denk ik niet, nee. Dus is weer een oproep aan alle ouders. Die moesten erachter schoppen. Een half uur per dag, of twee keer een kwartier bedoel ik. Ook al is het één kwartier, maar iedere dag. En een beetje dat ze dan ook echt even wat doen. Dat je gewoon bij gaat zitten. Nee, niet afdwalen. Dat was gewoon een gevecht. Ik bedoel, ik laat mij zeg maar, dat heet dan de kaas van het brood niet afeten en andersom ook. En wij zorgden echt voor ongelooflijk spektakel en dynamiek op het podium. En ja, ik bedoel, pas nu kan ik zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat Peter bij echt de absolute wereldtop hoort. Dat heb je natuurlijk in aanvang niet in de gaten, maar dat de man wel akelig goed piano kan spelen, ja. Weet je wel, daar groei je dan mee op. Maar dat maakt natuurlijk ook gewoon zeg maar, dat op sommige onderdelen vind je hem geweldig. En op andere onderdelen is het dodelijk. Want jullie zijn heel anders. Nou, dat zie je ook. Ik bedoel, het mooiste voorbeeld van nu is, op een tijd, ik was al met Max Santer bezig. En dat Peter zegt, ja, maar jullie doen helemaal geen flikker voor mij. Ik zeg, nee. En pas nadat we dat uitgesproken hebben, dat hij dus niets van mij moet verwachten voor zijn carrière en andersom. Is het dus heel goed gegaan, want hij heeft gelukkig keurig buiten mij om aansluiting gevonden met de absolute wereldtop. En nog steeds aan de achterkant zorgen we, daar waar mogelijk, zorgen dan, weet je, als we elkaar kunnen helpen. Maar dat is niet langer meer een soort zakelijke omgeving, maar dat is dan toch weer terug in een soort familiaire omgeving.